dikwijls aan die jaren, dat wij nog kinderen waren. O, wat speelden wij vrolijk met elkander. Denk je nog aan die tijd? Ik zeg altijd Jamin. Ik zou gewoon Jamin, zoals vroeger, met de mooie zeden voor. Jamin, dacht het wel hoor. Gewoon Jamin, Jamin. Jamin, gewoon. Mijn moeder zei Jamin, maar ja, die zei ook hebben en bennen. Dus dat is echt Rotterdams natuurlijk. Weet je nog toen we trouwden? Samen ons nestje bouwden, zo verliefd en gelukkig als geen ander. Denk je nog aan die tijd? Ooit behoorde Jamin tot de legendarische grote Nederlandse ondernemingen. Je zou zijn bedrijf kunnen vergelijken als je kijkt naar hoe een meubelmaker nu bijvoorbeeld een concern als IKEA zou opbouwen. De grote vergissing is altijd dat mensen denken dat snoep heel simpel is, maar het is een ingewikkeld product. En dat heeft haast niemand in de hand. Ik vind het nog steeds zonde dat de Jamin-fabriek gesloopt is. En het heeft heel veel werkgelegenheid voor deze wijk betekend. En eigenlijk is er van de fabriek niks overgebleven. Je hebt hele mooie panden van het Heinekensgebouw. Je hebt hele mooie panden van de abattoir, vroeger slaghuisterrein. Maar van Jamin is er helemaal niets meer aanwezig. En dat vind ik toch eigenlijk wel jammer, omdat Jamin een van de grootste werkgevers van deze wijk was. Het begon allemaal met Cornelis Jamin, een Brabander. Op 18-jarige leeftijd kwam hij naar Rotterdam. Eigenlijk nog zonder enig bedrijf. Begon gewoon op straat een handeltje in zoetwaren. En dat werd al heel snel succesvol. Hij begon binnen een paar jaar een winkel. Opende een eerste zoetwarenfabriekje, zeg maar, op heel kleine schaal op dat moment nog. En dat draaide zo goed dat hij besloot het helemaal in eigen hand te nemen. Grootschalig zelf zoetwaren te laten produceren. Dat gebeurde hier in Krooswijk.
Ik ben begonnen. Het jaartal weet ik niet meer. Maar toen kwam ik op de suikerafdeling. En toen stond ik achter de machine om het deeg naar de rollers te brengen. Toen ik ging solliciteren bij Jamin, was ik 15, 16, dacht ik. En toen moesten we naar een dokterskamer. Dan was er een dokteres. Die moest ons even onderzoeken of ik in verwachting was. Fouilleren deed ze en vervoelen over je buik. En dan vroeg ze, ben je nu in verwachting? Ik wist helemaal haast niet wat het was. Ik bedoel, wij waren niet zo bij de hand op die leeftijd. En toen zei ik, nee, nou, dat was goed. Toen mocht ik gaan werken daar. Ik heb alle afdelingen gehad. Ik ben op 2 begonnen. Op begane grond begonnen. Bij de kaakjes en de koekjes. Toen ben ik... Dan moest je weer naar 1 en dan moest je weer naar 3 en dan moest je weer... ik was eigenlijk een beetje manisch van alles. Ik heb daar dan in het begin niet lang gewerkt. Ik ben nog even weg geweest en na de hand ben ik teruggekomen. En toen werd ik op 3 gezet. En dat was de chocoladeafdeling. Bij Jamin, daar zat de ondergrondse. Maar Jamin die werkte ook voor de Weermacht. En dat ging tegen elkaar in, hoor. En ja, toen kwamen ze erachter. Toen zei ze, ja, het enige is het, de Jokker junior, die moet hier naartoe komen, naar de fabriek. En dan kan die in de brandwacht slapen. Nou ja, toen kwam ik in dienst van Jamin, natuurlijk. En dan had ik dienst. En dat was daar in die voedselvoorziening. Dus dat was hard werken. Je liep de hele dag in de stoom. Nee? En de aardappelen koken. Maar ja, ik had wel eten en drinken natuurlijk. En dat is de oplossing geweest. Dat was... Nou, ik heb nog nooit een bedrijf gezien waar zoveel vreterij was als bij Jamin in de Hugo de Grootstraat. Daar had je geen notie. Nee. Daar had ik net niks te doen, dan leg ik die fabriek in en stelen natuurlijk. Want dat heb ik ook wel gedaan hoor. Ik had eieren, ik had... Overal hadden ik wat gedaan, hè? Ik heb een tijd meegemaakt daar, dat hou je niet voor mogelijk. Ja, en dat, ja, vergeet het nooit hoor. Ja. De meeste Krooswijkers, die werkten of op de slagplaats of bij Jamin. Dat was eenmaal zo in die buurten. Dus ja, wij kwamen van school, op de huisartsenschool vandaan. En toen zijn we naar de Jamin gegaan.
Maar dat nou ja, half Krooswijk werkte in Jamin. Dat was eenmaal zo. Het was lekker dichtbij natuurlijk. Naar aanleiding van uw sollicitatieschrijven, de dato 22 mei jongstleden, verzoeken wij u maandag 24 juni aanstaande om kwart over tien te onze kantoren te willen komen. U gelieve bij de portier te vragen naar de heer B. Veut. Inmiddels tekenen wij. Moest op zijn kantoor komen. En toevallig was het dat we alle twee in dezelfde kerk kwamen. Dus hij kende mij daarvan. Dus ik ben gelijk gaan. Niet daardoor misschien hoor, maar ik ben wel gelijk aangenomen. En dat was het begin van 10 jaar Jamin. Toen ik voor het eerst moest beginnen bij Jamin, toen liep ik voorbij de poort. En dat zag er zo angstaanjagend uit dat ik er voorbij ben gelopen. Ik woonde niet verder vandaan. En mijn pech was dat mijn vader thuis was. En die zei, wat kom jij doen? En ik zei, nou, nee, het zag er zo eng uit. Ik ben maar niet naar binnen gegaan. En toen heeft mijn vader me teruggebracht. Dus toen ben ik daar begonnen. Ja. Nummer hadden we en dat was 1006. Want je werd nooit door de chefs bij je naam genoemd. Je was nummer 1006. Ik niet alleen, maar alle anderen. Je zorgde altijd dat je van tevoren voor achter op je werk was. Dan moest je je eigen inklokken. En dan ging je nog even snel je eigen verkleden. En dan ging je speciale kleding had je daarna. Mutsjes, schorten. En dan ging je nog even snel naar de kantine om een sigaretje te roken. En om 8 uur precies moest je al achter de lopende band staan. Ja. En liep je de repen chocolade, dat waren van die grote, met zo'n melkmeisje erop. Zo, 20 cent waren ze. Moest je van de plaatjes afhalen, zo. Die bleven liggen. En dan in die blikken trommels doen, ja. En ja, het was echt hard werk om 12:30... had je dus schafttijd, omdat je dan lekker in de kantine een boterhammetje kon eten en ook een sigaretje mocht roken, want toen mocht je nog allemaal lekker roken binnen het pand. Koffie of thee was er niet. En daarna was het gewoon weer heel snel, precies op tijd, om 12:30 op achter de lopende band staan. Want er moest wel heel veel productie gemaakt worden voor die dag. Zo'n lange man in zo'n beige stofjas en dat was een econoom. Dat had ik dan wel gehoord. Maar op een gegeven ogenblik had ik in de gaten dat je steeds sneller aan het werken was. Dat je handen steeds sneller gingen. En omdat er een klok hing, keek ik op de klok. En toen zei ik, die band wordt steeds sneller gezet. Ik zeg gewoon langzaam doorwerken. Nou, en dan kwam er wat aan de hand, ja. Ik weet het niet. Het lijkt wel of die band sneller gaat. En dan werd hij ook wel zachter gezet. Ik zei, nou, het lijkt wel of hij nu zachter staat. Maar er werd natuurlijk nooit toegegeven dat het inderdaad gebeurde. Ja. Ja, dan moest ik weer blikken halen en dan moest ik weer dit en dan moest ik weer dat. Nou, ze konden me overal op afsturen. Ik vond het wel geinig allemaal, die grappen. Voor de rest was het een hele gezellige tijd toen, ja. Wij stonden aan de kersenbonbons en moesten we wel de kersenbrandewijn halen. En Agnes heette dat meisje, die had een jampot gevuld en iedereen nam ze een teug. Zat ze achter die band en daar ging Agnes ineens over de nek. Want ja, die was natuurlijk zo dronken als een eend geworden.
Zo ging dat. Toen miste tante Nel, miste ze, waar is Agnes? Ja, Agnes is niet lekker, zei je. Wij hebben dus hoofdpijn, we hebben ze even in het wc-hok neergelegd. Want ja, zo kan ze niet werken. Want ze dreigde al over te geven, niet. We zeiden natuurlijk niet dat ze al over die band gekotst had. Dus, nou ja. Dus ze bleef daar mooi liggen. En tot tegen 4 hebben ze er, 4:30, 5 hebben ze de roes uit laten slapen een beetje. En toen kon ze dan weer, waggelend kon ze lopen. En om 5 uur ging de fabriek natuurlijk dicht, dus ze moest toch naar huis. Nou, je had leuke mensen onder elkaar en ja, je kon nog wel eens wat snoepen en zo. Wat niet mocht. Dan nam ik een kaakje met thuis een plat chocolaatje erop. En dat had ik op. Ik vond Tum Tum altijd lekker. Ja, toverballen ook wel, maar die waren zo hard. Dat vond ik niet zo prettig. Wat het lekkerste snoepje was van Jemien? Het lekkerste snoepje? Ja. Ja, dat was jij. Waren we achter de kantine, moesten we ijsmandjes vullen en het was zo heet. Het was zo heet. Dus wij, en dan moest ik met zo'n vlonder, moest ik die ijsmandjes naar de ijsafdeling brengen. En zeg tegen Rina, heette dat meisje, ik zeg, joh, ik zeg, versier jij eens wat ijs voor ons, lekker roommeisje. Ik zeg, wat verstikken daar van de warmte. Ja, zegt ze, zeg, ik doe wel een doosje kapot scheuren en dat vul ik wel met ijs. Prima. Dus ja, en wij staan voor dat raam, lekker open en bloot, staan we ijs te eten. Helemaal niet stiekem of wat dan ook, daar komt Robert Bijker binnen. En dat is stelen en dat mag niet en... Hij pakte gewoon waar we al van gegeten hadden het ijs af. En dat bracht hij gewoon terug naar de ijsafdeling. En wie dat gedaan had, ik zei, nou, ik verraad nooit wie het me gegeven heeft. Zeg toch niet. En net zoals met de Sint-Nicolaas kregen we één zo'n... Zo'n speculaaspoppie, voor de rest kreeg niks. Nooit geen extra loon. Tegenwoordig krijg je dan allemaal pakketten, maar dat was toen allemaal niet. Je had maar 1 week vakantie ook. Je had niks, geen snipperdagen, dat was er allemaal niet. Ja, en zaterdags werken, hè? Van 8 tot 1, hè? Dat was er ook bij natuurlijk. Ja, als je ziek was, was hij thuis. Maar ja, dan kon je ook niet weg, want dan kwam er altijd een dokter op je af. Die kwam kijken of je wel thuis was. Seven lonely days make one lonely week. Seven lonely nights make one lonely me. En dat soort dingen. En dat zong ik dan op de trap of wat anders. En sip en soda, en sip en soda. Dat was dan van Guy Mitchell. Kijk, en dat zijn dan de leuke dingen. Toen kwam dan ook meneer Bijkerk en meneer Lekker achter me aan. En dat wist ik niet. En dat was toen dat ik dan, toen ik gevraagd werd, dat ik dacht, oh god, dat hebben ze gehoord. Dat zullen ze wel zeggen, van dat mag niet. Toen ik daar pas kwam werken, vond ik het een verschrikkelijke pestherrie daar. Want ik denk, oh, dat red ik niet. En we stonden op die dragee en die drops en er stonden die bakken te draaien. En je kon elkaar niet verstaan. En oh. De suiker werd gekookt in zo'n ketel. Het waren 2 ketels eigenlijk, hè. En zo werd het hoger opgekookt.
werd hij zo'n langwerpige bak gekiept. En het werd dan naar de handelkamer gebracht. Dan rood je het in de ene machine die er stond. Eerst een paar slagen naar links, dan een paar slagen naar rechts. Ja, hij blijft in beweging. Een meisje die stond bij die tafel en wordt dat deeg steeds omgegooid, dat dat koud moet worden, dat werd iedere keer zo bij elkaar. En die kreeg de hele lading over de hele arm heen. Gezientje heette ze toen gelopen. Ik weet niet meer precies, maar in ieder geval. En dat kind schrok zo en ik stond daar met een open overal aan. En die sloeg ze zo met de handen. Nou, en dat was een hele partij. Zo helemaal in mijn nek. Dus ik kwam zo, ik gilde het uit, zo pijn. Nou, en dat is op mijn handen is dat helemaal gekomen. Dus ik, en dat was toevallig van dat pindadeeg. En er zaten allemaal nootjes in. Ja, dat was verschrikkelijk. Dan raak je een beetje in paniek, hè. Ja, ze werden ook gelijk door naar het ziekenhuis gebracht natuurlijk. Maar ja, achteraf, dat kan ik me niet meer herinneren. Hoe lang dat ze toen thuis is geweest, hoor, dat weet ik niet meer. Nou, een week of 4 of 6 ben ik wel thuis geweest. Dat ik niet mocht werken. Het was de tweede dag. En toen moest ik, het was 5 uur, mocht naar huis. Maar ik was een beetje de weg kwijt. Ik was in dat grote gebouw daar. En toen kwam ik door een hal en er stonden bij de uitgang stonden 2 dames, nogal een beetje geproportioneerd, in hele lange witte jassen. En toen ik daar doorliep, toen gingen ze me aan alle kanten bevoelen en alle kanten. Ja, daar schrik je van. Maar goed, je gaat naar huis, dat zal erbij horen, denk je dan. Enfin, dan kom ik thuis. En toen, tijdens het avondeten vertelde ik dat zo. Ik zeg, goh joh, zeg ik tegen mijn vader. Ik zeg, als ik dan de deur uit ga, dan gaan ze me allemaal voelen. Zegt hij, jij gaat niet meer naar Jamin. Krooswijk is altijd een heel bewogen wijk geweest, sociaal bewogen. Krooswijk werd vanuit het gemeentehuis van Rotterdam altijd... Ja, Krooswijk bestond eigenlijk helemaal niet. Dus dat uitte zich in dat er totaal geen voorzieningen waren. Krotjes, stegen, straatvuil en noem maar op. Maar daar kwam ook nog een keer bij dat verschrikkelijk veel werklozen... niet alleen in Krooswijk, maar trouwens in heel Rotterdam waren. Oud-Krooswijk in Rotterdam. Een buurt achteraf met straten, zijstraten en nog meer straten. De meeste huizen werden een eeuw geleden gebouwd op een drassig stuk grond als opbergkasten voor de groeiende arbeidersbevolking van Rotterdam. In de Rubroekstraat. Toen waren daar een aantal bewoners, die hadden de koppen bij elkaar gestoken en de huur werd bijvoorbeeld 1 keer in de week aan de deur opgehaald. Toen hebben ze tegen die mensen die de huur opkwamen halen gezegd van nou prima, we betalen geen huur meer. En toen is het eigenlijk daar een gigantische onrust begonnen. De jeugd van de Rubroekstraat die had in de gaten dat er wat vermaak te vieren viel. Dus die begonnen toen langzamerhand met straatstenen uit de straat te halen en daar de politie en dat soort mensen mee te bekogelen. En toen is het naar de avond toe en de nacht is het gigantisch uit de hand gelopen.
De Rubroekstraat is ook later tussen de 40 en de 45 jaren bekend geworden door de zwarthandelaar in de oorlog. Sommigen waren koningsgezind, anderen moesten daar niets van hebben. We werden aangezien als asocialen. Buiten de straat was het eigenlijk zo. We konden wij niks of niemand vertrouwen. Dat werd ons met de paplepel ingegoten. Wij zijn dus eigenlijk allemaal opgevoed door de mensen die bewust de oorlog meegemaakt hebben. Veel ellende en armoede. Hele grote gezinnen hadden. En dat er ons geleerd werd. Buiten de straat zijn wij slecht en sinister volk. Dat geldt ook voor meerdere Krooswijkers. Terwijl de hardste werkers en chapelaars daar vandaan komen. En die sociale onvrede die toen heerste, dat is eigenlijk tot de dag van vandaag nog aan de gang. Krooswijk is meer dan een stadswijk. Het is een dorp in de stad waar mensen geboren en oud werden zonder de buurt te verlaten. Ze konden niet weg, later wilden ze meestal niet. Je bent al je winkel zo gewend, je kan nog zo met een schort voor weglopen, dan kan je in andere wijken niet. Dan moet je altijd goed en gemandeld zijn. Nou, dan ben je niet groter, maar nog echt niet. Van welke clubs bent u lid in Krooswijk? Van het Volkshuis. En wat, welke club? Moederclub. En wat doet u daar? Nou, handwerken, beduren en van alles. Spelletjes, ja. En met pitriet handwerken. Koken. En koken. Wat voor spelletjes worden daar gespeeld? Nou, ja. Bijvoorbeeld, men zeg je niet. Gewoon met tijdverdrijf. En ja, met kaartjes leggen. Oude stadswijken, ook wel volksbuurten genoemd, zijn altijd een gewild arbeidsterrein geweest voor de liefdadigheid, die zich later ontwikkelde tot wezenlijk sociaal werk. Wat er van die huurstaking verder terechtgekomen is, dat is eigenlijk de geschiedenis vermeld dat volgens mij niet. Dat zou ik eigenlijk niet exact weten. Maar uiteindelijk is dat dan toch allemaal weer tot rust gekomen. Zotigheid is niets voor heren, zo wordt dikwijls ons verteld. Maar ik wil u demonstreren dat het anders is gesteld. Dagelijks ziet men velen wachten bij een groot fabrieksterrein, die het snoepen niet verachten, doch er dol op zijn. Want slaat de klok 5 uur, dan roepen zij volle vuur. Daar zijn de meisjes, ja de meisjes van de suikerwerkfabriek. In dat suikerwerk heeft elke heer wel zin. Dus staan wij altijd bij de uitgang van die suikerwerkfabriek. Want de snoepjes van Jamin, die pak je uit en pik je in. Zit hij erin? Een snoepje? Al die fijne, zoete dingen in een fleurig kleed gehuld. Dat zijn pas versnaperingen waar een echte heer van smult. Wordt hem elders snoep geboden, dan bedankt hij energiek. Maar hij laat zich nimmer noden bij de snoepfabriek. Dus als Jamin weer sluit, roept zij vol blijdschap uit. Daar zijn die meisjes, ja, de meisjes van de suikerwerkfabriek. In dat suikerwerk heeft elke heer wel zin. Dus staan wij altijd bij de uitgang van de suikerwerkfabriek. Want de snoepjes van Jamin, die pak je uit en pik je in. Goed zo! De moraal, dames en heren. Ieder kan zich hier vermaken, zoals u begrijpen zult. Want men vindt er alle smaken, fraai beschilderd en gevuld. Maar ik moet u doen bemerken dat er een gevaar in zit. Want bonbons en suikerwerken schaden het gebit.
dus peuzel met beleid. Als gij uw aandacht wijdt aan al die suikerzoete meisjes van de suikerwerkfabriek. Ook al zijn ze nog zo heerlijk in het begin, wees toch voorzichtig met die meisjes van de suikerwerkfabriek. Want de snoepjes van Jamin, die ondermijnen het gezin. Dag meneer Jamin. Ik kom daar binnen, zeg. Ik zeg, wat maakt u daar? Toen zegt hij, rompudding. Ik zeg, rompudding? Sst, zegt hij. Ik zeg, rompudding? Ja, zegt hij, joh. Chipolata, kersen, chocolade, bitterkoekjes, allemaal rompudding. Ik zeg, ja, maar dat moet ik dan... Ik zeg, maar dat moet ik dan toch even vertellen? Toen zegt hij, nee, joh, het moet een verrassing blijven. Enige. Nou, voor mij geen woord natuurlijk. Ze maken rompudding. Rompudding, maar. We woonden natuurlijk in een volkswijk, hè, waar heel veel grote gezinnen waren toen die jaren. En ja, het was best wel heel hard werken. Maar je verdiende natuurlijk ook niet zoveel. Dus dat gebeurde wel eens dat we op de pof, dat mijn ouders op de pof gingen kopen. En dan was het zaterdags afrekenen. Hè? Dit afrekenen en dat afrekenen, dan moesten we het allemaal terugbetalen. Het was natuurlijk ja, eigenlijk nog in de opbouw van Nederland weer. Zo moet je zien. Of snoepjes of limonade of wat dan ook. Ik kan me niet herinneren dat we dat toen hadden. Nee, thuis niet. Het was ja, je brood en 's avonds je warme eten met paardenvlees haalde moeder. En dan kreeg je een stukje vlees en de hele week jus. Het was in die tijd dat die meisjes zoekende waren. En daar was ik er één van. En aangezien ik geen diploma's had, kon ik nergens heen. Hoewel, nou weet ik het, ik heb 2 keer in de winkel gestaan bij hem. En kon ik ook nog chef in worden. Maar dan moest ik 200 gulden betalen voor dat ik daar dan mocht zijn. Maar dat had ik niet. Misschien dat je terug kreeg later, dat weet ik niet. Maar ik had dat niet. Want toen had ik mijn dochtertje al van 2 jaar. En dat... ik heb wel in de winkel gestaan en ontzettend leuk gehad. Ja, als je op een fabriek werkte, dan was je niks. Als je bijvoorbeeld werkster in een werkster was, dan was je misschien wat. Dan had je zo'n lopende band waar al dat ijs uit de grote machine op die band kwam. Dat moest in een andere machine om het ingepakt te krijgen. De handen waren soms gewoon met blaren erop van de kou. En dan piekerde je heel stiekem die naden los van die band, die lopende band. Dan was die band stuk.
En dan kostel jij weer eens even een half uurtje stil. Maar dat was de schuld van je min zelf. Hadden ze ons maar niet voor weinig geld zo hard moeten laten werken. Toch? En eigenlijk zo is een beetje die spanning ontstaan. Want ja, dat is natuurlijk maar niks als je heel dag knoeihard moet werken voor een paar centen. En ja, en je krijgt geen loonsverhoging, je krijgt niks. We kregen vrijdags ons loonzakje. Zo'n bruin zakje waar dan die 10 gulden in zaten. En dan zaterdagsmiddags, als je niet te laat kwam, dan kreeg je 5 gulden premie. En toen hadden ze ineens ingevoerd, dat was dan al in orde gemaakt, ja, jullie kunnen ook op zaterdag te laat komen, dus die betalen we pas maandag uit. Nou waren er in die tijd heel veel meisjes die hadden iets op de week, het zij een fiets, afbetaling. Maar die moesten altijd zaterdagsmiddags betalen. En ja, dan kon je wel zeggen, ja, mijn dochter die heeft het pas maandagavond of zo. En toen heb ik gezegd, joh, we leggen het werk neer. En toen moesten we daar op kantoor komen. Met meneer Jemin. En niemand durfde wat te zeggen. Maar alleen ik, zover ik me kan herinneren hoor, deed het woord. Omdat hij toen zei, heb je spraakwater op? Ik zeg, ja, waar we zitten weer, toch om te praten. En als die anderen de mond niet open doen, dan moet ik voor 5 afdelingen praten. Dat weet ik nog wel, ja. En toen is het niet doorgegaan. Toen kregen we het gewoon toch zaterdags, die premie, ja. Een chef, die hadden we ook daar op de afdeling. Dat was wel een geschikte kerel. Ja, die noemde ons ook bij ons nummer, maar dat was daar de gewoonte. En die zei toen tegen me, neem jij het maar lekker op voor allemaal. Als er wat met jou gebeurt, dan sta je wel alleen. En dat is waar geweest, ja. Dat heb ik later altijd gemerkt. Je moet de volle 100% zelf achterstaan. En niet denken, ik heb medestanders. Want als puntje bij paaltje komt, sta je meestal alleen, ja. Haar herken ik, Riet. Wij noemden de bolle Riet, ja. Daar ging ik het meeste mee om. En ze was niet dik, maar door de bolle wangen. Noemde ik haar in ieder geval bolle Riet. Vind ik heel, heel erg leuk om die te zien. Omdat ze nooit ouder is geworden. Ik heb ze nooit meer gezien. Je min had geen concurrentie, want er werd nergens anders in die mate snoep en zoetwaren verkocht dan in die minwinkels. Je had dan als alternatief een dure banketbakken. En ja, dat was toch maar voor een paar mensen weggelegd. En de supermarkten, dat stelde helemaal niks voor. Die hadden helemaal geen kijk op verkoop van zoetwaren. En dat is later pas gekomen natuurlijk. Ik zeg laatst tegen meneer Jamin, die Belgische bonbons, hè, maakt u die nou zelf? Toen zei hij, die haal ik in België natuurlijk. Allee, die worden dan gefrustreerd en met sukkelen maar landen. Dan worden ze daar met de zoete lievekes afgedropen en afgemoesterd ook. Hè, met sukkel met die glacé en dan gespoten met een kleine buksken en gepinkteerd met een bigotteke. Dan worden het die schone grote klatsen. Ik zeg, wat praat u ineens, sir? Dat, ja, dat doen ze daar allemaal. Evjemin was een francofiel, die stelt zich altijd voor als Jamin. Dat vond hij geweldig natuurlijk. En het klinkt ook beter bij het concours, die piek en zo natuurlijk en allemaal. Als je Jamin zegt, wat Jamin, ja. Maar het was Cor Jamin natuurlijk, dat was, die is begonnen in de Oppert.
Ik heb al eens gehoord dat de bakkers uit de omgeving een beetje tegenwerping begonnen te maken. Van luister eens, als je bij Koryamin levert, dan ben je hier gezien. En een van de oorzaken is waarschijnlijk ook geweest toen dat hij zelf een andere meelfabrikant heeft benaderd en dergelijke. En zijn succes was toen vrij groot natuurlijk. Ze hebben veel natuurlijk ontwikkeld en uitgevonden, een beetje een zwaar woord misschien. En nooit vastgelegd, hè? Was geen concurrentie. En dan moet je natuurlijk, ga je die dingen veronachtzamen. Hier staat beschuit. Ze hadden nog een beschuitafdeling. Jam hebben ze ook nog gemaakt. En ijs natuurlijk, hè? Dat was natuurlijk het grote product. Ik denk wel het meest winstgevende. Hè? Die dubbeldik met die wafels. Dus later, zeg ik altijd, recepten hebben ze bij Ola Unilever in dank meegenomen. En daar hebben ze dan die magnums van gemaakt natuurlijk. Hè? Eda, Priba en Albert Heijn, die hadden ontdekt dat er op snoep enorm veel verdiend kon worden. En toen heeft de snoep volle aandacht gekregen in de supermarkten. In de hoogtijd waren er in Rotterdam 50 winkels en in heel Nederland ruim 500. Dus dat waren de hoogtijdagen natuurlijk. Toen ik in 1962 in dienst kwam, toen maakte de personeelschef een grapje tegen mij van als je geld hebt, kan je het beter bij ons brengen dan bij de Nederlandse bank. Want er kon alles in die periode bij Jamin, alles, echt waar. Er scheen zo ontzettend veel geld verdiend te worden. Maar ja, dat is langzamerhand natuurlijk toch weggeëpt allemaal. Ja, we hebben eigenlijk de kennis uit de handen laten glippen natuurlijk. Toen was het afgelopen, want Jamin die ging naar Oosterhout. En ik wou met mijn familie niet naar Oosterhout. Ik zei, dat begin ik niet aan. Want, en zo zaten ze in Oosterhout. En toen zakte de hele boel in elkaar bij Jamin. Want Jamin is Jamin niet meer, hè. Ik zeg altijd, ik heb er het leukste gewerkt. Ondanks het werk, maar ik heb er qua werk, ja, was toch het fijnste. Het werk niet, maar de meisjes, ja, de mensen waar ik mee werkte. Ja. Dus zeg je, is het jammer dat de fabriek hier niet meer in die wijk staat? Ja. En dat er geen werkgelegenheid meer is voor deze wijk? Dat zeg ik ook ja op, maar ik wil niet meer terug naar die tijd. Het vormt je misschien ook wel, hè? Zoiets. Nou, stop, dan ga ik nog huilen ook. Ik kan mijn huilenballen toch.
jaar, want ik zong ook 11 het jaar. Goed. De kersenbonbons. Die zijn nog steeds lekker. En als nou s'avonds gingen ze naar huis. En dan waren die meiden allemaal lazers. Dat is gebeurd hoor. Ik heb wat meegemaakt. Ja, ik heb het een fijne tijd gevonden daar. Ja. Jij bent toch alles voor mij. Zul je dat nooit vergeten? Ja, de meisjes van Jemin. Ja, ja. De meisjes van Jemin, die heb ik toen niet gezien. De meisjes van Jemin, daar duwen we erbij in. Maar dat is helemaal niet waar. Want niet alle meiden waren zo. Of je nog herinneringen hebt van meneer Eef? Of ik? Herinneringen hebt van meneer Eef? Herinneringen? Eef Jemin. Ja, of. Elke dag was hetzelfde. Meisje wat bij mij toen verbrand hebt, die heb ook nog met de handen tussen de machine gezeten. En al die dingen, als je die dan meemaakt, is het toch wel naar, hoor. Dat, Want het was schijnbaar toch een 1 april op, dat weet ik niet meer. Maar ja, op dat moment had ik het gelukkig door. Ik denk, oh, dan ga ik naar boven. Nou, dan loop ik toch voor joker. Als je dat naar boven komt, heb je een vierkante rol voor. Kijk, en daarvoor had ik het daar zo naar mijn zin. We haalden altijd al van alles en nog wat uit onder elkaar. Maar we verraaiden elkaar niet. Dat is juist het leuke. Ik heb dan je liefde voortaan diep in mijn hart.